Inbraken voeren boventoon bij gepleegde strafbare feiten die in de eerste helft van dit jaar zijn gepleegd. Dat zei inspecteur Virginia Vrede vandaag op een persconferentie van de politie op het bureau aan de Duisburglaan. Er zijn 1747 inbraken geregistreerd in de eerste 6 maanden. Dat is 60% van het aantal dat in 2020 is gepleegd. Vrede zegt dat de criminaliteit in het algemeen wel afneemt. Hier een tabel waarin de verzonden dossiers worden weergegeven. 2020, het hele jaar door, verdeeld in kwartalen. En 2021, het eerste en tweede kwartaal. Het eerste kwartaal 2021, daar zien we een stijging vergeleken met het eerste kwartaal van 2020. Daartegenover hebben wij in het tweede kwartaal een daling. Tegenover het tweede kwartaal van 2020. De cijfers van het derde en het vierde kwartaal zijn nog niet verwerkt. Er is ook een analyse gemaakt van de levensberovingen. In vergelijking met de afgelopen 3 jaren is er sprake van een daling. In 2018 zijn er 38 levensberovingen geregistreerd. In 2019 waren er 30 en in 2020 54. Voor dit jaar staat de teller op 8. Korpschef Roberto Prade is tijdens deze persconferentie ook ingegaan op andere vraagstukken die betrekking hebben op het korps. Hij gaf aan dat de controle verscherpt zal worden met betrekking tot agenten die zich schuldig maken aan het aannemen van giften. Ja, het is eigenlijk iets van jaren dat dat gebeurt. Mensen zijn zelf met ontslag gestuurd. Er wordt op gezette tijden wordt er wel steekproeven uitgeoefend, moet ik zeggen. Mensen weten niet eens dat er collega's in de omgeving zijn om het ene aan de kade te slaan. Maar zo gauw wij te weten komen dat de politiemannen daar aan schuldig hebben, worden er wel maatregelen. Prade zegt dat er in de toekomst camera's op deze stations geplaatst zullen worden om de activiteiten van afstand te kunnen monitoren.